Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Ja, daar in Panama, daar zo. Heb ik van de week vernomen. Haha, ik zou het niet weten. Slim met de informatie omgaan. Ja, daar in Panama. Ja, daar heb ik gisteren iets over gehoord. Dus ja, dat doen ze via brievenbusfirma's, meen ik. Ja. Hoe dan? Niet betalen. Sturen geen centjes naar buitenland. Ah, die flauwekul allemaal, joh. Laat die mensen de gang gaan. Alleen maar goed voor de economie. Ja, via de Panama Club, hè? Nee, heb ik geen idee. Ik weet het niet. Nou, daar heb ik eigenlijk weinig van gezien. Ik zag het... Kan dat gisteren nou in het journaal was? Ja, dat hebben we mij heel kort gezien. Nee, daar heb ik geen oordeel over. Ja, dat is sinds korte tijd is dat helemaal heel erg aan de aandacht natuurlijk. Hè? Ik bedoel maar, de laatste berichten die zijn niet zo prettig op dat gebied. Nee. Ik denk het wel. Nee. Niet nodig. Nou, ik denk het wel, ja. Ja, dat is een gewetensvraag. Ik kan het zo niet zeggen. Tuurlijk. Doen we het toch allemaal? Willen we het toch allemaal? Nee, dat ga ik niet doen. Ja, ik lach er wel bij, maar het is echt zo. Dus, geld maakt meer, hè? Ja. Nou, nee, dat doe ik niet. Nee. Maar daar heb ik geen idee van, want ik heb niet zo heel veel geld. Dus ik bedoel, maar dan weet ik ook niet... Ik laat mijn belasting gewoon invullen door de Belastingdienst zelf via de computer. En dan hou ik maar een heel klein beetje over af en toe. Maar ik kom ook wel een klein beetje tekort. Dus ik bedoel maar dat. Nee, ik denk niet dat ik dat zou doen. Nee. Want ik maak me boos over de mensen die het wel doen. Waarom zou ik het dan zelf gaan doen? Nee. 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 Tenminste, ik niet. Nee hoor. Wat ik zou veranderen, dat de gewone mensen niet zoveel belasting meer hoeven te betalen. Wat ik zou veranderen, dat was dat mensen hier in Nederland toch heel veel kwijt zijn aan hun belastinggeld. En dat zou ik willen veranderen. Dat mensen toch wat meer mogelijkheden zouden hebben voor zichzelf. En dat de rijken nou vanavond je inkomen, hoe meer inkomen dat je hebt, hoe meer belasting dat je moet betalen. En de mensen die pensioen hebben, van een pensioentje moeten leven en een AOW-uitkering. Dat je veel minder belasting hoeft te betalen. Ja, een scherpere controle. Ja, en dat ze minder kunnen ontduiken natuurlijk. Ik zou de belasting vereenvoudigen, denk ik, naar één tarief, lijkt mij. Klein beetje klantvriendelijker worden en openheid van zaken geven. En niet alles via internet. Net. Ja, daar valt weinig aan te veranderen. De politiek moet dat veranderen. Dan moeten ze niet zeggen van ja, maar dan moeten de kinderen dat doen. Nee, die mensen moeten niet zo clever zijn. Het leek wel dat ze allemaal Nijenrode hebben gehad en gestudeerd met oogkleppen op. Alleen maar recht vooruit kijken en een zijstraat weten ze niet. Stuur die dingen toch gewoon op wat de mensen altijd gewend zijn. En bij de nieuwe generatie kan je dat wel invoeren. Maar met die oude mensen moet je dat niet verplicht stellen. Dat werkt niet. Alle mensen wat minder belasting gaan betalen. Nou, in ieder geval de mensen die veel zorg nodig hebben... dat die niet veel belasting hoeven te betalen. Nou, in de eerste plaats zou ik dus die blauwe enveloppen... die zou ik niet gelijk wegdoen. En vooral voor ons en de bejaarden, de senioren... die hebben daar heel veel problemen mee. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die hebben geen computer... die moeten geholpen worden, of die kunnen zelfs niet geholpen worden... want ze hebben geen assistentie. Ik bedoel, maar dat is een hele foute zaak, vind ik. Ik denk dat er niks verandert wordt, want iemand die veel geld heeft... zo redeneer ik... betaal ik ook graag belasting. Ja. En als ik niet veel verdien, ja, misschien is dat een puntje van verandering. Hè? Want ook de mensen die weinig verdienen, die worden vaak voor onzinnige bedragen. En dan ga ik maar even naar de onroerend goedzaakbelasting, dan weet ik wel allemaal mee. Het zijn vaak oneerlijke dingen. Ik vind het ook verschrikkelijk, maar ik kan het wel begrijpen. Want het is natuurlijk belachelijk, want in Nederland is het zo, hoe harder je werkt, hoe groter je straf.
En dat is niet correct. Want waarom moet je van €1,68 afdragen? Dat is niet normaal. Dus wat moet er gebeuren? Die hoge salarissen moeten naar beneden. Wat ik ervan vind? Ja. Ja. Misschien aan de ene kant hebben ze wel gelijk. Ja, ik zou het ook doen. Wat ik ervan vind? Ja. Het is, ik weet niet. Ja. Zouden we het misschien allemaal doen? Ik weet het niet. Als je de kans krijgt, dan... Kijk, want je wordt overal bedonderd, zeg ik wel altijd. Dus ja, vandaar. Ieder krijgt wat hij toekomt, hè? Schandalig. Ja, kijk, ik bedoel maar als de rijke mensen nou een heel klein beetje, tenminste een klein beetje meer of een klein beetje minder dan de helft, gewoon eens een keer afschuiven naar de mensen die het echt nodig hebben. Dat interesseert me wel, Jan, maar dat gebeurt niet, daar ben ik niet bij. Nee, dat denk ik niet, nee. Verkeerd, fout, hartstikke fout. Slecht. Misdadig. Misdadig. Ja, dat klopt helemaal niet. Dat klopt niet. Ik vind, als je rijk bent, dan moet je dus toch wel de belasting betalen. Ik vind, die kunnen dat. Ja. En mensen die hulpbehoevend zijn, die hebben het dan vaak veel moeilijker. Beter verdelen. Dat is een slechte zaak. Ik heb er geen moeite mee. Dat vind ik moreel verwerpelijk. Dat moest niet mogen. En dan zeggen ze ook nog dat het belastingontwijking of zoiets. Dus ze hebben er ook nog een mooi woord voor bedacht. Maar ik vind het oplichterij.